Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. In deze video ga ik jullie vandaag meenemen in eigenlijk het nieuwe dienstvoertuig van de politie. We hebben namelijk vanuit Willem Wever de vraag gehad van, ja, wat is een politieauto nu anders dan een gewone auto? Dus speciaal daarvoor gaan we eerst even kijken hoe worden de nieuwe politieauto's opgebouwd. En dan gaan we vanmiddag nog naar het circuit in Lelystad om eens even op de baan te kijken van wat ze kunnen. De crew van Willem Wever is inmiddels aanwezig en die zijn hier achter nog even aan het brieven voor de dag van vandaag. Maar we staan hier in de loods waar eigenlijk de politievoertuigen worden opgebouwd. Nou, je moet je dus voorstellen, ze komt zo uit de fabriek, dan is ze nog wit en kaal, om het zo maar te zeggen. Zonder apparatuur erin. En uiteindelijk gaan we straks een aantal fases zien hoe bijvoorbeeld de struipen van de politieauto op soort gezet. Maar uiteindelijk ook de lichtpak en alle elektronica die erin wordt gebouwd. Dus dat is het eerste onderdeel waar we nu even gaan kijken. En ze zijn hier al halverwege druk bezig met het eerste voertuig. En het is wel een klusje volgens mij als ik het zo zie. Ik zeg, laten we even gaan kijken. Kijk, en dat doen ze eigenlijk aan de hand van een soort, ik wil bijna oneerbiedig zeggen, een soort kleurplaat. Goed, hier staat natuurlijk helemaal netjes op tekening van waar moet welke strijping. En ik heb begrepen dat er gewoon echt eisen zitten van hoe breed moet een baan zijn, wat mag er tussen zitten. Dat het elk voertuig allemaal hetzelfde is. En dan zijn ze al even mee bezig. En hier is dan een voertuig waar het al de motorkappen wel gebeurd is. En kijk, alleen het embleem moet er nog even op. Maar dan is hij bijna klaar. Zal ik hem even losmaken trouwens? Ja, graag. Of, ja. Hij moet nog in de auto, hè? Met handboeien? Ja. Oh, je gaat toch niet los? Jammer, joh. Nou, je kunt je toch voorstellen dat we als politie heel veel materiaal mee moeten nemen als we bijvoorbeeld incidenten hebben in de wijk of ergens anders. En dit zijn eigenlijk alle middelen die je achter in de auto hebben liggen. Uiteraard de pionnen voor bij verkeersongevallen, maar zoals een kniptang als we dingen moeten openknippen. De helmpjes voor de veiligheid, nou ja, je kunt ze gek niet bedenken. Een bekende traumaweertje zit erin. Een brandblussertje. Een meetlat, we moeten het af en toe zeker in het verkeer soms dingen opmeten of bij een verkeersongeval. Altijd handig. Ik zie zelfs de bekende afzetlint. Kokertjes, misschien bijvoorbeeld op straat, dat is voor chemische naalden. Of ja, naalden die we eigenlijk veilig willen opbergen. Nou, wat een gereedschap, bezem en schep. En dat ligt nu nog hier. En straks moet dat hier ergens helemaal erin. Ik weet dat in de Touran er altijd mooi drie laders en nu zijn het er nog maar twee. Dus we gaan straks even passen en meten hoe dat moet. Of hebben jullie al een idee? Nou, het eerste onderdeel zit erop. We hebben een filmpje gemaakt over de uitleg van de politieauto, de opbouw, de strijping en al die dingen wat we mee hebben genomen. Nemen in de auto. Waar gaan we nu heen? Naar Lelystad. Oefencircuit. Wat gaan we doen dan? Rijden in deze auto. Rijden in deze auto. Ah. Ik ga het eerste ritje maken in de nieuwe politieauto. Yeah. Zeg, let's go. Let's go. Let's go. Doei.
Zo, we zijn inmiddels aangekomen in Lelystad. En je kunt ons zien, hier is de politieacademie waar de rijopleidingen worden gegeven. Hierachter hebben we het circuit. Dus we gaan straks met de nieuwe voertuigen op het circuit testen, rijden. Kijken wat ze allemaal kunnen. En Lex gaat weer ondersteunen met de camera bij zich. Gewoon knallen. Dus gewoon mooie beelden maken, denk ik. Laten we het hopen. Waar druk je nou op? Ik druk op deze blauwe. Deze. En waar is die voor? Voor blauw. Kijk, goed geleerd. Naar het volgende onderdeel hiervan. We moeten nog even wat microfoontjes omhangen. Maar we gaan een stukje parcours rijden. We beginnen met de slalom. Zo, we zijn er klaar voor. Ja. Nu wanneer bike deze. We zijn nu bezig met de opnames hier op het circuit. Pionnen rijden even over het water. En dan gaat de volgende al. En daarachter zijn ze nog even bezig met een aantal scènes voor Willem Wever. Die staan inmiddels ook al op. En dan hebben we nog straks één onderdeel te gaan. En dat is de kom. Dan gaan we de topsnelheid van het voertuig nog even testen. En dan zit het er alweer op bijna. Nou, we zijn nu bij het RDW. Bij de kombaan, zoals het heet. Van het, zoals ik zei, het RDW. En we gaan even kijken wat de topsnelheid van het voertuig is. En dat gaan we uiteraard officieel meten met een lasergun. Dus we gaan straks een paar rondjes rijden en dan gaan we kijken wat de topsnelheid van het voertuig is. Zijn jullie er al? Ja, we zijn er al. En jij bent er ook. Proost. Cheers. Gaan we nu heen? We gaan op een kombaan, we gaan rondjes scheuren. Ga jij hem niet eens rijden? Nee, mag ik niet. Zou je het durven? Ik zou het denk ik wel durven, maar je moet hier opgeleid voor zijn en daar ben ik helaas niet. Dus er komt straks een rijinstructeur, die hebben we al gezien, die gaat dat doen voor ons. Zo, ging je hard genoeg? Hij ging best hard. Hij ging uiteindelijk 100, de eerste meting was 182, de andere meting was 183. En dat zijn denk ik wel mooie snelheden voor een basis politieauto. Hè? Ja, want we hebben ook sneller, hè? We hebben ook nog snellere voertuigen. Dat noemen we de snelle interventievoertuigen. En die hebben nog een iets andere topsnelheid. En die kunnen echt ingezet worden voor echte achtervolging en zware criminaliteit. Dus je kunt de ondersteuning van deze weer optreden. Zo, ik zit erop. Ja. Voor je van? Ja, heel leuk. Ja? Ja. Heb je je vraag helemaal beantwoord gekregen? Helemaal, gewoon echt helemaal. Oké. Okay. Wil je nog wat zeggen tegen de kijkers naar de vlog? Nou, als jullie de 100k halen, is er een kans dat ik een keer een dienst meega met Jan Willem. Ze moeten mij eigenlijk allemaal delen. Ja, gewoon deel hem.
abonneer op Jan Willem als je het nog niet gedaan hebt. Nee, daar ben ik het wel mee eens eigenlijk. Ja, nou, like deze video. Ik zeg hand erop, deal. 100.000 abonnees gaan we moord regelen. Ja. Okay. Hey, jullie weer bedankt voor het kijken. Laat de reacties achter de video en like zo leuk zijn. En je hoort het, hè, 100.000 abonnees. Of abonnees. Views. Dan gaan we wat leuks doen. En tot de volgende video. Later. Later.